Welkom, Paula van Overveld van het vrouwennetwerk Slagroom. Voor Femke als ondernemer van de toekomst is het hartstikke belangrijk om te netwerken. Maar eigenlijk is het iets van iedere dag, of niet? Ja, dat vind ik wel. Iedere dag netwerk je natuurlijk. Zelfs bij de supermarkt of waar dan ook. Ja, want daar haal jij je slagroom natuurlijk. Haal mijn slagroom bij de groothandel trouwens. Het klinkt wel een beetje zoet. Een vrouwennetwerk en dan ga je het ook nog eens slagroom noemen. Ja, je kunt het zien als zoet, hè? Maar zoet is ook een smaakmaker. De smaak die die zoete slagroom verspreidt in je mond. We willen ook dat jouw werk en dat netwerk ook zo gaat werken. Daar komt het eigenlijk ook vandaan. Jullie zijn 5 jaar geleden ongeveer begonnen. Toen was het nog niet iets vanzelfsprekend, hè, een vrouwennetwerk. Ik lees ook in jullie stukken dat vrouwen het moeilijk zouden vinden om te netwerken. Is dat zo? Misschien is het wel zo dat we op een andere manier liever willen netwerken. En veel persoonlijker. Het is ook heel bewust dat we wel voor vrouwen als groep gekozen hebben om die bij elkaar, met elkaar te gaan netwerken. En ja, het klinkt misschien gek, maar er komt echt een soort vrouwenpower komt los als wij met elkaar aan tafel zitten. Maar die mannen bepalen het nog steeds hoor, in onze economie. Dus ik denk dan, hoe gaan we ons dan trainen om ook de opdrachten bij die man binnen te halen? Want daar gaat het toch uiteindelijk om? Oké, maar ze bepalen het nog. We gaan het over. Slagroom neemt het over. Nou, we zijn niet een women's lip clubje hoor. Nee. Echt helemaal niet. Maar wat Slagroom wel wil, is gewoon verbinding en stimulering van vrouwelijk ondernemerschap. En ik denk dat we nog wel wat slagen te maken hebben. Dus en dat doen we heel graag. Dat doen we op een laagdrempelige manier. Dat is toch meer de manier van hoe vrouwen dat doen en wat hun aanspreekt. Is er een succesverhaal? Waar kunnen jullie op bogen? Ja, we hebben heel wat verhalen. Weet je, soms denk je van, moet je 2 zangpedagogen aan 1 tafel hebben? Of mensen die met zingen te maken hebben? Nou, nu hebben ze samen een netwerk of een samenwerking met Eindhoven Zingt bijvoorbeeld. Dat is wel heel erg grappig. Of 1 dame die heeft een jaar lang een coachingopdracht bij een klant binnengehaald door iemand van het netwerk. Wat is de gouden tip waarmee we kunnen afsluiten om tegen iedere vrouw op de bank te zeggen, doe dit? En dan gebeurt er dat. Ja, er zijn heel wat dingen. Hè? Als je dit doet, dan kan er van alles gebeuren. Maar op zakelijk gebied, ja? Bedoel jij natuurlijk. Wees zelfvertrouwd. Iets meer zelfvertrouwen. Vaar wel op je intuïtie en gevoel. Ga niet een mannen nadoen. Ja, je had net die manpower. We hoeven ook niet per se vrouwenpower. Die hebben we vanzelf al wel. Maar wees zelfvertrouwd. Okay. Laten we gewoon genieten van ons vrouw zijn inzetten en langzaam van onze economie een she-economie maken. Okay. Kunnen we nu zo'n dingetje Ik pakken? Ik denk het wel, ja. Oké, smakelijk. Ja, op slagroom, op volgend jaar.